speelt zich voornamelijk binnendoor. Het speelt zich voornamelijk binnendoor. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Cinemaatjes. En deze keer hebben we gekeken naar Forbidden World. Mutant. Uit 1982. Dat klopt wel. Mutant begint met een robot in een ruimteschip. Forbidden World begint met een robot in een ruimteschip. Die ontwaakt een man die ook in dat ruimteschip zit. Die heeft allerlei visioenen. Visioenen. Door die visioenen die wij te zien kregen, kunnen we nu oprecht zeggen dat er binnen een minuut, tieten te zien waren. En vervolgens raken ze verzeild in een of ander ruimtegevecht met lasers en alles. En dan komen ze op een planeet terecht. Daar worden ze ontvangen door een dokter, samen met zijn assistent. Ze worden gedesinfecteerd, want ze zijn er bezig met allerlei wetenschappelijke dingen. Onder andere het kweken van een soort van nieuwe voedselbronnen voor de mens. Die planeet, daar is dus een onderzoekscentrum. En in dat onderzoekscentrum is een bemanning. En die bestaat uit een mannetje of 6, 7. Ze zijn daar een onderzoek aan doen en dat is een beetje uit de hand gelopen. En dat is dus eigenlijk ook de reden waarom Mike Colby daar aanwezig is. Met zijn robot. Met een robot. Die niet te verstaan is. Onverstaanbaar. Het was een Chewbacca. Ze zijn bezig met dat proteïne dingetje en daar is een wezen uit ontstaan. Dat is op een gegeven moment een cocon geworden. En in die cocon ontstaat dus een nieuw wezen en die valt op een gegeven moment iemand aan. En vanaf dat moment is het een enorme alien rip-off. En dat is zo'n beetje Forbidden World. Nee, Mutant. Of... Nou ja, er zitten dus tieten in. Dus wij hadden zoiets van... Kunnen we hem afzetten, ja, kunnen door blijven kijken tot we de eerste borsten zien. Precies. Dus je komt in eerste instantie in aanraking met Barbara. En toen hadden we al zoiets van, dat pakje waar zij aan heeft. Daarna komt Tracy. Die heeft een soortgelijk pak, ander kleurtje. Maar had ik wel meteen zoiets van, JP, ik ben van team Tracy, hè? Ja, ik was voor team Barbara. Want ik had echt zoiets van, we wachten sowieso tot we Tracy gezien hebben. En de, ja, omdat het in de beginvisioen zo snel ging, had ik ook niet door dat we ze eigenlijk al gezien hadden, alle twee. Neem niet weg dat wij gewacht hebben tot Tracy. En wat bleek, we hebben ons enorm goed geamuseerd, eigenlijk, toch? Oké, het is een alien rip-off en de special effects zijn eigenlijk helemaal niet zo heel verkeerd. Nee, maar dan heb je het wel alleen eigenlijk over de gore-effecten. Ja, want het monster zelf heeft nog wel wat... Ja, de practical effects zijn niet zo goed. We begonnen eigenlijk al heel verkeerd met dat ruimtegevecht, met die lasers. Maar dat heeft dan weer te maken met het feit dat Roger Corman, die achter de productie zit van deze film, de koning van de B-film, dus die zegt, dat is een interessant script. Nee, daar hebben we geen geld voor. We recyclen gewoon scènes uit andere films, zodat we deze film toch kunnen maken. De beginscène komt uit Battle Beyond the Stars. En daarom ziet het er ook zo... onevenwichtig uit. En het lijkt net alsof de editor gewoon een seizure heeft gekregen halverwege het editen. Ik had juist het idee dat de editor in de edit nog geprobeerd heeft er iets daadwerkelijk van te maken. Later in de film zeker. Er zitten een paar scènes in, misschien wel die vechtscènes en zo. En dat je denkt van, dit is rommelig gefilmd zeg. En dan heeft die editor heeft dat gekregen en die denkt, wat moet ik hier nou? Zal ik dan maar een beetje van die soft porno tussendoor gooien om het toch een beetje interessant te laten lijken. Dat was de raarste edit uit heel de film. Is het feit dat er in één keer soft porno doorheen zat. Op het einde van de film krijg je gewoon heel de film nog een keer te zien. Nou, sterker nog, je hebt dus in het begin zoiets van, is dat de hele film die we te zien krijgen? En dan denk je, ja, het was toch de hele film. Ja, wel amusant. Maar... Ja, zeker. Daar zitten zulke foute scènes in. Wacht, ik weet de scène. Oh, hij weet de scène. De softcore seks scène. Oh, jaren 80 saxofoon solo. Het was geweldig. Dit was goud. Dit was goud. Ja, moet je laten zien. Maar goed. Nog meer. We zitten op een ruimteschip. Dus, dat moet er futuristisch uitzien. En dat ziet er futuristisch uit. En dan lopen ze door gangen en dan denk je, ja, dat ziet er best futuristisch uit. En dan ga je even goed kijken en dan denk je, dit zijn eetbakjes, JP. Er hangen hier eetbakjes. Ja, en eierdozen. Ook, eierdozen ook, ja. En op het eerste oog ziet het er heel geloofwaardig uit. En dan zie je wat het is en dan denk je, oh fuck, het zijn allemaal van die verpakkingen.
En dan ga je daar heel de tijd op letten. En dan zie je dus continu verpakkingen. Overal verpakkingen aan de muur. En er is wel een scène dat ze naar buiten gaan. Dat ziet er ook vrij corny uit. En heel herkenbaar. Jij zag meteen... Ik denk dat de meeste mensen die rots wel herkennen. Ik noemde het de Star Trek rots. Spitting image. We zagen de hoofdrolspeler, maar we hadden meteen zoiets van... Die lijkt wel een beetje op Roy Scheider. En hij lijkt ook een klein beetje op Dennis Hopper. Je hebt hier Roy Scheider, Dennis Hopper en dan... En dan heb je gewoon onze hoofdrolspeler. En dan vervolgens... Britt Dekker. Voel je die op Britt Dekker lijken, Barbara? Ja, ze deed me denken aan een andere... Ja, zij lijkt op een pornoactrice. Oh, ja. Als je het nou kan noemen. Een oude of een... Ja, een oude. Nee, geen recente. Heel oude. Uit de jaren 70. De Farrah Fawcett lookalike. En dan hadden we ook nog een gast die leek echt sprekend op Tim Roth. Ah, je zit nog bij die pornoactrice. Ja, zeker. Rhonda Jo Petty, daar lijkt ze op. Hungry? I'm getting that way. Ja, maar ik ben serieus Team Tracy. Why doesn't it just eat us and get it over with? Zij was veel leuker. Ze was zo'n schattige, adorable Tracy. Echt. En ook... Jong. Ja, maar die had wel betere mewfels. Nee, dat vond ik niet. Ja, vond ik wel. Dat vond ik niet. Nou, ik zal... hier. Laat weten, ja, laat weten in de comments. Team Tracy of Team Laura. Ik kom niet zelf gewoon betere, omdat ze wat kleiner waren, maar daarom die andere had van die hangende. Ach jongen, ga toch weg. Hoe kan er nou hangen als je 18 bent? Goed, het komt dus eigenlijk gewoon op neer dat wij de hele film hebben zitten wachten op het tieten van zowel Barbara of Tracy. Ah, je wordt wel echt op je wenken bediend dan. Ja. Nou, we hebben ze binnen een minuut al gezien. Maar daarna krijg je ze nog een keer. En dan krijg je een rare surreële douche-scène. Ja. Ze zijn niet aan het douchen, maar ze zijn wel nat. En dan zie je ook trippy beelden eronder. Het is gewoon, dat is gewoon goed. Dat is gewoon goed. Dat is heel goed. Ze waren zeker nat. We hebben natuurlijk die hele soft porno scène nog. Die we hebben gekregen. Die eigenlijk nog in gedeeltes verder... Maar dat is typisch Roger Corman natuurlijk. Dat wel. Het is enorm exploitatie. Man naar maart. Ja, we hebben al een paar meer gedaan, hè, van Roger Corman. Dus, ja. Humanoids from the Deep was ook van hem. Precies. We hebben dus de film daadwerkelijk gewoon uitgekeken vanwege dat feit. Dat we dat wilden zien. Ja, het is B-films. En weten we waar die B dan voor staat? Voor borsten en bagger. En bakjes. Zal ik jou een raar feitje vertellen, William, over deze film? Heb jij een raar feitje over deze film? In 1991, dus amper 8 jaar later, hebben ze hem geremaked. Geremaked? Ja, Dead Space. En ook Roger Corman. Nee. Die dacht dus bij zichzelf... dit kunnen we nog wel een keer herhalen. Dit is zo'n goed verhaal. Misschien kunnen wij hem ook nog wel een keer herhalen. Dat gaan we dan zeker doen. Het verhaal kan niet veel beter zijn, nee, maar... Nee, het verhaal is gewoon echt gewoon een rip-off van weet ik veel wat allemaal. Maar dat geeft niet, want er zitten genoeg vermakelijke scènes in. Kunt hier heel hard om lachen met vrienden. Ja. Je kunt deze makkelijk opzetten met chips, bier, op de achtergrond zelfs. En dan denken mensen, what the fuck ben je aan het kijken? Ja. Zo'n film is het. En hij duurt nog geen 1,5 uur. Dus prima. Dus de lengte is goed. Het is fantastisch. Ik vond het... Aan de ene kant fantastisch. Ja. En een typische cinematisch film. Geen aanrader. Dit hoef je niet gezien te hebben. Maar. Maar. Ik wil wel dat mensen weten dat dit een super vermakelijke film is. Zeker. Dus wij vonden hem heel leuk. Ik heb me prima vermaakt. Ik ook. En het was echt wederom geen goede film. Het was zeker geen goede film. Wat wel heel goed was, was onze review. Dus, je kunt hem natuurlijk liken, subscriben, delen met het belletje. Oh nee, belletje aandoen. En dan gewoon delen. Ja, gewoon delen. Ja joh. Tot de volgende keer! Ik hou wel een beetje van een beetje jong en onnozel uitzien.
Ik vind soms... Nee, dat haal ik weg. Ik niet.